testen. Even kijken of ik sneller ben. Of zo. Ik zou dus nog eventjes aan jullie laten zien wat ik heb gehaald. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 2 maart 2022. En zoals jullie zien, ben ik dus nog steeds in Den Helder. En ben ik dus nu op dit moment gaan lopen naar mama toe. Ja, want we krijgen bezoek. Ja, mama en ik. Ja, ja. Mijn mama krijgt bezoek, maar ze komt voor ons. Ja, snap je me nog? Ja, nou, ik wel. Dus, wij wensen jullie gewoon weer onwijs heel veel kijkplezier op deze gloedje nieuwe vlog. Is het zo? Ja, hi. Ja, goeiemiddag, lieve schat. Hi. Ja. Maar ja, ze stond weer echt tegen me op. En toen ging de poort open. Ja, één van de twee moet het zijn. Ga naar mijn buiten toe. Laat ze lekker even spelen. En zo gevaarlijk is ze nou, hè? Pootje pakken. Heb je ook gezond met aard? Mooi, dan gaan we eerst een pan zoeken en waar de rijst in kan. Maar wat eerst? Ja, die is goed. Mooi. Zo. Dit is een bouwtje, dus ik heb niet al de pasta in dat. Dat wordt bij mij andere rijk, wordt bij mij niet. Kom met het zakje er wel doorheen. Nee. Ja. Nee. Ja, nee. Ik niet. Dan laat jij er maar erop hoor. Ik doe ik ook. Ik dan. Dat jij niet belt. Ja, mam, dat weet ik. Maar. Ik nog een lukje, ga ik weggooien. Nou, dat is mooi. Kom dan. Zo voor een man toch. Kom jij weer doen? Is plastic. Ik let er wel op hoor. Oké, u mag de kip, man, in kleine blokjes gaan snijden. Je weet hoe dat. Ja, man. Dat weet ik allemaal. Ja, hoop maar. Ik.
En dat weet ik, hoop ik, toch. Ja, waarom? Ja, nee, je hebt hem op slot, dan doet hij helemaal niks. Nee, je doet het verkeerd. Ja, laat me nou even. Wat die piep zegt, juist. En dan juist. Ja, dan ga lekker daarmee nee, klooien. Jawel, vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Oh, doe gewoon lekker. Ik heb dat in mijn oog zitten, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik vind dat gezellig. Ik moet ook denken. Denken. Au. Ja. Daar kan ik even niet bij. Oh shit. Mijn oog die prikt. Ja, zonder toch? Och, prik. Oh, blijf staan. Nee, ik doe het niet. Ik doe het niet. Dan doen we dat. Ik weet niet wat ik doe. Ik moet hier weer mee. Laten we het wel. Zo. Alsjeblieft. Zo. Schilmesje, heeft... niet daar. Oh, nou, sorry hoor, niet hier. Daar. Sorry niet hoor. De molaar die ik alle dagen gebruik. En als ik iets bijzonders heb, dan zet ik die laaien. Zoals gebak eet je niet elke dag. Als ik gebak eet, dan ga ik weer naar deze la, want hier zit het gebak voor een uur. Ja, dat is fijn hoor. Ja, een mixen gebruik ik ook niet iedere dag. Dan kom je in die laaien. Dat heb ik iedere dag gebruikt. Dat is heel mooi. Stukjes. Ja, helemaal goed. Nee. Moet dat nog kleiner of niet? Ja, dat en dat mag nog wel een beetje kleiner. Ja. En die? Ja, die ook nog. Juist. Helemaal goed. Ik houd het wel in de gaten hoor, maar. Je mag geen zorgen. Ik mag zorgen. Nee, dat is mooi. Ja. Dat weet ik niet. Misschien dat en dat u nog een mogelijk iets laat vallen. En zo hou ik het goed voor. Ja hoor man, ja. Moet ik zo hebben. Gewoon dan en dan nog eigenlijk is het gewoon lekker en bevroren. Ja. Ook gewoon lekker mee bakken. Ja, maar het toch voor kan wel. Moet ik het zo meteen doen. Ja, daar ben ik heel makkelijk in. En anders dan wat lady en
ongeveer al lang al dood moeten zijn hoor. Ja. Als ze zien wat ik ze allemaal geef buiten de camera om. Mwah. Rijka, kom eens. Kom dan. Oeh, yummy. Kijk, dat is zo op. Kijk, wat zeg ik? Er zitten zoveel dingen in en wat ze moeten hebben eigenlijk. Net zoals als een hond dus stront aan gaat eten, geef ze maar ei en kip. Daar zit heel veel voedingswaarde in. Eiwitten, want dan missen ze eiwitten. Nou, wat is ei? Een eiwit. Wat is kip? Eiwit. Zo, en waar bent u nou mee bezig, mam? Vertel. Nou, tomaatjes snijden. Goed, tomaatjes. En wat heeft u net allemaal hier gesneden dan? Ik zie hier zoveel kleurrijke dingen. De mango en dat andere weet ik niet meer, die groene. En ze hebben ook werk in hele zwarte jurken. Hm? En ze hebben ook werk. Elke dag. In die hele lange zwarte jurken met een witte stropdas, zeg maar. Uit elkaar. Ja, goed zo. Ja, precies dat. Nou, en jij hebt kip gebakken. Oh, heb ik dat gedaan? Oké, ik dacht namelijk... Ik heb het gesneden, maar jij hebt het gebakken. Oké, ik dacht namelijk... Je hebt rijst gekookt. Oh, nou, ik niet hoor. Alleen dat en dat doet... En niet op de manier deze, ben. Maar alleen dat doet deze ding, ik niet. Ik zet het er alleen op en ik hou het in de gaten. That's it. Ja, dat is genoeg zo, die tomaatjes. Want er komen ook nog mais en wortelen bij. Helemaal prima zo. Homer! Tomaatjes, Homer! En nou, dan mag u die en die andere overige en tomaatjes lekker houden. Alsjeblieft. Lekker, hè? Wil jij ook een stukje? Nee, straks. Alsjeblieft, alleen dan moet u die in die vieze dingetje daar tussenuit visselen. Ja, die ja. Is eeuw. Bah. Eeuw. En zou Roog zeggen, maar. Eeuw. Bah. Dat zou Roog gaan zeggen. Ja, bingo. Zo. Loop ik lekker buiten. Er rijdt iemand voor mij. Ook helemaal geweldig. Maar ik moet eventjes olie halen. En voor mijn haar heb ik net van iemand te horen gekregen. Want ik kan hier niet echt zo goed tegen, weet je. Je ziet het ook wel. Het zo lekker aan het pluizen is. Maar ja. Hoort er even af en toe bij, hè. Als je weer even je haar laat groeien, zeg maar. Dus, en ik moet het niet hier smeren dan. Maar echt hier op het einde. Dus daar gaan we even voor kijken. Dus, alleen het zonnetje schijnt lekker. Ja, dat vind ik erg lekker, erg fijn. Nou, ik ga weer eventjes naar mama toe lopen. Komt wel weer goed. Doe je erop? Gewoon niet dat we er al stonden. Nee, en maar nu wel. Ja. Ja, prima, dat is mooi. En anders had je pech. Ja, ik ben gewoon aan het vloggen en hij doet zo, want hij dacht er alleen dat hij erop was. Maar dat moment nog niet. Maar nou wel. Maar ik ga even in de schaduw lopen. Lekker. Zo. Ha, ik zie wat. Kijk, en hier zijn ze ook bezig. Met verbouwen, slopen. Ja, ook handig. Maar oké. Wij gaan nu even naar de oppershop. En dan gaan we de oppershop voordeelshop in. Ja. Even kijken. Kijk, allemaal leuke kleine tasjes. Ook leuk. Kijk, allemaal kleding. Oeh, dit zal lekker zitten. Ja, dit is heel lekker stoffie. Ja. En dan moet ik wat zoeken voor mijn haar. Ja. Even zoeken. En toen liep ik in de Big Bazaar. Pik, 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 pik. En bij mama is geen idee. Nee. Ja, hier. Ergens achter. Maar kijk. Maakt niet uit. We gaan een beetje aan snijpen, omdat ik het leuk vind. Ja. Niet dan. Ik hoor even piepen, dat is ook leuk. Piep, piep, piep. Zo grappig, is leuk. Mama pesten. Even kijken of ik sneller ben. Of zo.
Zo, net eventjes lekker bij de Wibra geweest. Want mama die komt er zo uit. Alleen er komt nou een auto aan. Dus ik weet niet of jullie mama zo meteen nog gaan zien. 3, 2, 1. Waarschijnlijk wel. Want ze moest even draaien. En ik sta precies hier tegenover een bouwput, zeg maar. Kijk. Ja, en die kreeg ik dus niet open. Nee. Kijk, en daar zie je mama. Nee, maar dan zeg ik tegenover een bouwput. Dus ja, gaat u mee? Gaat u mee? Gaat u mee? Ja, ik ga mee. Film me niet hoor, ik film mezelf. Scheelt weer. Ik wil mijn handschoenen. Oh, handschoenen aan. Ja, is goed. Ik loop alweer een stukje door hoor. Ik vind het goed, best. Dus ja. Boodschapjes gehaald. Laat ik zo even zien wat ik heb gehaald. En ja. Ja, zie je zeker. Ik zou dus nog eventjes aan jullie laten zien wat ik heb gehaald. Nou, het ligt hier namelijk voor me. Dus ik ga zo de camera draaien. Ja. En, het is namelijk goed ook voor mijn haar. Dus we gaan het meemaken. En ik laat het jullie nu even zien. Nou, dit heb ik dus gehaald. En ik hoop dat dit echt gaat werken. Voor wat ik al zei en voor mijn haar. Wat zo lekker nu aan het, opstijgen is. Ja, om het zo maar te zeggen. Opstijgen. Dus ja. Dus dat. Ja, en dan bedoel ik niet echt opstijgen, maar echt dit. Weet je wel, die en die plukken die lekker aan het, ja. Ik weet ook niet even nu hoe ik het moet zeggen, maar ja. Het is gewoon lekker wild. Dus dat wil ik eigenlijk gewoon een beetje lekker naar achter hebben. Dat ik daar niet zoveel last van heb. Dus daarom ook deze. Hoop ik dat het gaat werken eigenlijk, zeg maar. Ja. Dus. Maar oké. Ik ga het hier lekker weer bij laten. Dus vond je weer dit een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet zeker hier beneden niet te abonneren op het rode knopje. Doe het belletje aan. Want ja, net zoals wat ik elke dag zeg. Want dan blijf je op de hoogte. Want als je niet abonneert, dan, ja, dan krijg je ook geen melding. En doe het duimpje even hier even omhoog. En laat vooral even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Hey, ciao!